Het is aanvaardbaar dat gevaccineerden gemakkelijker toegang krijgen tot restaurants, concertzalen en andere publieke gelegenheden. En ik denk dat dat eigenlijk op dit moment de werkelijke discussie is. En dat is een discussie die natuurlijk over discriminatie gaat. Het is een discussie die erover gaat dat je bepaalde burgers die geen gezondheidsattest kunnen overleggen, uitsluit van het restaurant, van het museum, eventueel van de universiteit en andere publieke gelegenheden. Maar laten we nou wel wezen dat onderscheid tussen dwang en drang is gewoon een spinsel. Het is een manier om die dwang en om die plicht heen te lopen vanuit democratische overwegingen en dan vervolgens de drang in een democratisch jasje te pakken, maar vervolgens hetzelfde te doen. Wereldwijd komt vaccinatieplicht op de agenda, melden veel media. In Nederland wil het kabinet voorlopig geen vaccinatieplicht en heeft Rutte recentelijk nog gezegd dat ik tegen de vaccinatieplicht ben. Maar op de typisch Rutteaanse manier voegt hij er wel aan toe. Je kunt natuurlijk niet weten of er misschien in de toekomst toch een prikplicht nodig is. Ik denk overigens wel dat Rutte begrijpt als democratisch bestuurder dat zo'n plicht, zo'n dwang bijna onuitvoerbaar is vanwege de grondwettelijke en de mensenrechtelijke bezwaren. Maar misschien kun je wel drang uitoefenen, wordt dan gezegd. En Peter Giezen schrijft in de Volkskrant: mensen dwingen zich te laten vaccineren is uitgesloten, maar drang kan wel. En ook het Parool heeft een mooie kop waar staat: geen dwangvaccin, maar drang is er wel. Dat is natuurlijk een aardige discussie, want dat roept natuurlijk de vraag op wat eigenlijk het verschil is tussen dwang en drang. Bij dwang gebruik je bepaalde machtsmiddelen om tegen mensen te zeggen: je moet je vaccineren, want anders krijg je geen toegang tot theaters, tot musea, tot andere publieke gelegenheden. Kunnen we je mogelijk ontslaan en zullen we je in ieder geval publiekelijk stigmatiseren. Bij drang worden er andere middelen gebruikt en dat zijn vooral middelen van het woord, informatie, voorlichting, de GGD die op scholen voorlichting gaat geven en daarmee drang uitoefent. Maar het resultaat is natuurlijk hetzelfde, want als u aan die drang niet toegeeft, dan kunnen wij u uitsluiten van toegang tot musea, eventueel restaurants, publieke gelegenheden, kunnen wij u ontslaan en kunnen wij u publiekelijk stigmatiseren. Nou, het uiterste geval zou je bij dwang, en het ziet er een beetje naar uit dat Napoleon Macron dat van plan is, mensen echt ook met fysieke middelen dwingen. Maar dan moet je ze, dat is allemaal heel erg onplezierig, want dan moet je ze al arresteren, dan moet je ze vasthouden, dan moet je ze tegen de grond drukken en dan die prik erin. Dat zou natuurlijk regelrechte aanranding zijn, vooral in het kader van mijn jeugdige herinnering toen ik als jong mens opgroeide in de Watergraafsmeer. Want we waren beschaafde jonge mensen, noemden wij neuken prikken. Dus dan is er duidelijk sprake van een seksueel misdrijf. Maar goed, bij drang zou dat dus uitgesloten zijn, doen we het op een andere manier. Maar laten we nou wel wezen dat onderscheid tussen dwang en drang is gewoon een spinsel. Het is een manier om die dwang en om die plicht heen te lopen vanuit democratische overwegingen en dan vervolgens de drang in een democratisch jasje te pakken, maar vervolgens hetzelfde te doen. Nou, wat ik eigenlijk zo aardig vind in die hele discussie is dat je wat verder zou moeten gaan dan alleen maar praten over dwang en drang en plicht of geen plicht, vaccineren of niet vaccineren. Maar dat je alweer Peter Giezen uit de Volkskrant zou moeten citeren, omdat hij zegt: het is aanvaardbaar dat gevaccineerden gemakkelijker toegang krijgen tot restaurants, concertzalen en andere publieke gelegenheden. En ik denk dat dat eigenlijk op dit moment de werkelijke discussie is. En dat is een discussie die natuurlijk over discriminatie gaat. Het is een discussie die erover gaat dat je bepaalde burgers die geen gezondheidsattest kunnen overleggen, uitsluit van het restaurant, van het museum, eventueel van de universiteit en andere publieke gelegenheden. En dan hoop ik eigenlijk dat gevaccineerden en niet gevaccineerden toch een, in het Engels noem je dat common ground, een soort van gemeenschappelijke basis kunnen vinden voor een discussie over het begrip discriminatie. Want dat is hier natuurlijk aan de orde.
En het is ook aardig als je nog eens kijkt naar ons Nederlands strafrecht. Ik heb het wetboek van strafrecht er nog eens op naar gekeken. En daar staat, dat is wel een mooie formulering, onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan. Elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot op de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden wordt teniet gedaan of aangetast. Nou, zou het nou niet mooi zijn als de gevaccineerden en gevaccineerden samen op de barricade gingen en zeiden, wij komen op voor de vrijheid en wij komen op tegen een samenleving waarin discriminatie wordt aanvaard. Want discriminatie is een misdrijf. En waarin je, als je die formulering van het wetboek van strafrecht nou een beetje doorvoert, dan zou je zelfs kunnen concluderen dat het tonen van een coronapaspoort bij het toegang verkrijgen tot een toneelzaal, wat dan ook, dat dat in feite je medeplichtig maakt aan het misdrijf van discriminatie. En ik hoop nou zo erg dat ook gevaccineerde mensen zeggen, ja, prima, we hebben dat gedaan om onszelf of anderen te beschermen, om wat voor redenen dan ook. Maar we gaan natuurlijk niet in ons favoriete restaurant bij de ingang een coronapaspoort laten zien. Want daarmee sluiten we dan eigenlijk anderen uit die om wat voor overwegingen dan ook hebben besloten om niet zo'n paspoort te hebben. En daarmee dragen we dus bij aan discriminatie. En discriminatie is ook in het Nederlands strafrecht nog steeds een misdrijf. We zitten eigenlijk allemaal een beetje in hetzelfde schuitje. En waar het tenslotte om gaat is, hoe moeten wij proberen in een vrije samenleving met elkaar, zonder elkaar te discrimineren, te leven. Dus ik zou eigenlijk zeggen, kom op mensen, laten we met elkaar erover praten. Laten we het hardgrondig met elkaar oneens zijn. En laten we dan op de vrijheid en op niet-discriminatie met elkaar een biertje drinken of, zoals dominee Gremdaad zo mooi zou zeggen, een aangenaam etensmaal gebruiken. Ja, normaal zou deze video zijn geëindigd met een lieder, maar het onderwerp dat professor Cees Hamelink naar voren bracht, dwang of drang, is ontzettend belangrijk. En toevallig heb ik rondom dit thema afgelopen week een debat begeleid met twee vooraanstaande hoogleraren, professor gezondheidsrecht Martin Buijzen en medisch ethicus professor Theo Boer. Kijk, collega Buijzen die verwijt mij, noemt mijn opmerking wat retorisch, maar ik maak me echt zeer ernstig zorgen. En dat heeft te maken met mijn visie. Kijk, je bent jurist, prima dat je jurist bent, maar als ethicus en filosoof, ja, nou dat is dan ook wel heel prachtig, want een goede collega natuurlijk van ons allebei, Immanuel Kant, die heeft benadrukt, moraal is iets dat je uit overtuigingen in alle vrijheid doet. Dat is het hoogste ideaal van de moraal. Als ik stel dat ik met mijn vrouw getrouwd ben en ik zeg, hoor, we hebben het zo goed samen, maar ik zou je toch even waarschuwen, op het moment dat jij dit en dit doet, kan het wel eens zijn dat ik jou ga slaan. Het is even een extreem voorbeeld. Vanaf dat moment is ons huwelijk aan God. Wat mij benauwt is het feit dat wij, terwijl we nog in een aanloop zitten naar steeds meer mensen die zich laten vaccineren, zitten wij ondertussen allemaal als scenario's te bespreken van, ja, maar wat als? Wat als er mensen zijn die dat niet willen? Dan gaan we ze misschien toch wel dwingen. En dat proces, dat draait, dat wordt contraproductief. Dat betekent dat een aantal mensen, en dat zijn er niet 10, 20 of 100, maar dat zijn er honderdduizenden, keren hun kont in de krib en die zegt, als het zo moet, is dat voor mij het teken dat de poep aan de knikker is. Mag ik ook even vissen in het mandje van filosofen? Kijk, er is natuurlijk ook John Stuart Mill die gezegd heeft dat de vrijheid van de een ophoudt bij de vrijheid van de ander. Woensdag 18 augustus krijg je dus dat debat te zien met de twee professoren over dwang en drang rondom vaccinatie. Code rood voor het klimaat, waarschuwt het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Maandag 16 augustus serveren we je een boeiende uitzending over het alarmistische IPCC-rapport, waarbij wetenschapsjournalist Marcel Krok een ander licht laat schijnen op de data en interpretatie ervan. Kijk, je ziet in die rode lijn, daar zie je die gemeten temperatuur. Maar als je heel goed kijkt, zie je achter die rode lijn, zie je ook die blauwe lijn. Dus die reconstructie, die gaat mee met die rode lijn. Dat is natuurlijk wel het minste wat je verwacht.
je boomringen moeten natuurlijk wel dat signaal wat je daarna met thermometers gaat meten, dat moeten die boomringen en die indirecte metingen, die moeten dat natuurlijk wel laten zien. Want anders is de conclusie, ja, je hebt een reconstructie gemaakt, maar zodra we metingen hebben, kloppen die metingen helemaal niet met je reconstructie. Vrijdag 20 augustus presenteren we de rode loper reportage van de sneak preview van de docu World War C. En gaat de film tevens bij ons exclusief in première op ons platform. Een week dus met enerverende content, dus blijf ons volgen op www.blackbox.tv. Schrijf je ook zeker in voor de nieuwsbrief, dan krijg je steeds een notificatie als er een nieuwe video live staat. En abonneer je op onze social media kanalen. Doneren is zeer welkom, want we bouwen verder aan onze nieuwsstudio om je binnenkort ook dagelijks een journaal te mogen brengen. Dankjewel voor je aandacht en hopelijk weer tot snel hier bij Blackbox.